girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Ik wil mensen een heel goede morgen. Wij gaan nu vertrekken naar het station van Gent. Dus we gaan met de OCG, als ik me niet vergis, gaan we een beetje naar Sea Life. Dus ik ben super benieuwd en het is heel lang geleden dat ik in Sea Life ben geweest. Het is ook een aantal weken geleden dat ik nog een video heb geplaatst. Maar dat was met de reden dat ik... Dus één had ik medisch gezien niet heel erg onder controle. Twee, ik moest een beetje mezelf op orde krijgen. En drie, ja, we zijn bezig met veranderingen in het appartement. Dus ik heb dat vroeger heel lang verwaarloosd, om het zo een beetje te zeggen. Maar we gaan er vandaag een leuke dag van maken. We gaan sowieso een sessie knallen. Een sessie met de kindjes, zou ik zeggen. En gisteren hebben we ook een goede sessie geknald op Eurotruck. Technoblade. Rust en vrede, vriend. En we zijn nu gewoon op ons gemakske richting station aan het gaan. Zodanig dat we een mooie dag van me kunnen maken. Maar mensen, wat ik jullie wel al ga laten zien. Heldere blauwe hemel. Dus mensen, we gaan er gewoon een hele leuke dag van maken. Daarom neem ik jullie ook weer mee. Mijn madame kan niet mee, spijtig genoeg, omdat ze moet werken. Ze werkt in de panels, dus mensen, spijtig genoeg. Maar dat is geen probleem. We gaan er gewoon een leuke dag van maken. Ik zie zoals je ziet, zijn we nu een stukje aan het wandelen. En dan voor naar het station te gaan. En ja, dat is wel een beetje belangrijk, maar het belangrijkste is dat we ons gaan amuseren vandaag. Dus mensen, ik zie jullie later. Hallo mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we bijna het station. Ik ga zometeen wel een smoothie halen, want het is lekker en gezond. En dan wachten op de mensen die meegaan naar Sea Life en op de kindjes. Dus we gaan er, zoals ik daar net al zei, een hele leuke dag van maken. Daarom neem ik jullie ook mee. En zoals je ziet zijn we bijna letterlijk aan het station. Daar is het station, mensen. Dus een blokje. En ja mensen, we gaan er een super dagje van maken. Maar daarom neem ik jullie mee, dat is voor mij heel belangrijk. Dus we zien elkaar straks. Beneden zien we niet zo goed helemaal. Ja, rustig.
Oh, sorry. Ga maar eens kijken. Ja. Ja, ik ben daar. Kijk, zo'n poortje. Ja. Dat is een rok. Dat is een rok, ja, inderdaad. Alleen, dat zien we krok. Lana, Tyson, zei ik je. Mama! Kleine flesjes. Lana, wat staat er hierop? Maar ik wil een selfie met die schildpad. Wacht, ik wil je just in de selfie. Waar zijn die tandjes? Nee, ik ben hier. Zeehond. Dat is een zeehond. Nee, die is aan die kant. Hoe gaan we nu kijken als de man toch een grootje is? Dat kan je zomaar niet bekijken. Er moet echt een DNA-onderzoek gedaan worden. Dus bij de geboorte wordt er een stukje bier genomen of wordt er een beetje bloed genomen. Kom aan, determinee, zit hij om. Hoe kan? Ik heb wel een vraag, pas je toe. Donc il faut prendre un petit peu de sang. Une petite plume, et comme ça, on sait voir sur le DNA si c'est homme ou femme. En als we kijken naar de veren, zie je dat al de meeste van hen wat de veren verloren zijn. Die zijn niet dik, totaal niet dik, dat is gewoon weg. Iemand die Amai, c'est triste. C'est triste.
We hadden hier tot een maand of drie geleden een kleine, tot 2 jaar oud. En die is naar de zoo gegaan in Denemarken. Daar heeft we toen een gekozen uit een tweetal dames. Konnichiwa. Konnichiwa. Ja, avec ses pattes, il est tout, tout, tout. En vrai, il a pas de pattes. Enfin, si, il en a, mais c'est... Il est à fond. On dirait que c'est quoi, ça. Vraiment, on a plus les retrouver dans la culture. Garce. Garce, attends, reste comme ça. Hein. Marie, kun je het over de otter? Oh ja, ik zie mijn kind. Ja, ik heb het al gezien. Als je dat scant, kan je misschien zien. Hé, die heeft pipi gedaan. Hé, die heeft pipi gedaan. Die hebben toch geen toilet? Ik heb net gekregen. Kijk, net, die heeft net pipi gedaan voor mijn neus. Daar heb je nog een kijkraadje, Lana. Kijk, hier. Schat het wel, hè? Ja. Alle vriendjes gemaakt. Ja. Mooi, ja. Ik kom naar buiten. En hij gaat zijn ook. En dan moeten we hem eigenlijk binnen kunnen zien. We zijn er nog. Hey, ik zie hem. Kom ze. Stop. Stef only. Lang meer een vak komt daarna. Hier kun je een beetje. Dat is een ding dat 40 jaar gestorven is. Oh, dat wel zacht, hè? Ze biedt allemaal corona. Voel ik in mijn hartje. Je hebt dat al babytjes. Ja. Dat komt goed. Ja, maar dan hier. Kijk, heb je het gezien? Hier kunnen ze beter. Dat is goed. En deze, kijk een keer. Kom je ook mee? Lana! U wil haar dochter daar niet. Ja, weet ik. Hé. Hey. Jij durft dat wel. Ja, tuurlijk durf ik dat. Papa heeft ook camera mee, dus die moet dat ook dragen. Kun je rond? Papa! Ja. Nee. Nee? Oh, goed. Ik dacht het ook. Mama! Het is klimmen! Ja, het is klimmen. Tyson, is dat goed, hè? Ja. Dat is een hobby. Ah, we zijn er. Oh, gelukkig dat het niet ver is. Ja, hè? We moeten! Nee, net zo. Ik zal terug gaan halen. Ik zal mooi gaan, hè? Ja, maar ik zit in. Ik ben echt Hij ook tevreden? Ja. Maar ik wil dat doen, maar ik wil dat ik wil niet. Tina, ga jij met mij alsjeblieft? Samen, alsjeblieft. Ja, normaal is het de bedoeling dat erop loopt, maar... Nee. Je bent weer. Alsjeblieft. Niet doen, hè. Niet bieven, hè. Ik doe niets, ik ben braaf. Als je dat doet, hè, dan ga je ook... Oei, 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 oei. Mama! Mama! Lotte, jij boven nu! Ida! Die boe! Ah, laat me! Mama! Ja! Dat is irritant! Dat is makkelijk. Dit is
vallen. Zijn je zeker? Stoppen! Ik deed niets, hoor. Ik ook niet. Maar dat doet hij niet. Jij bent wel zo uit. Jij bent ook niet. We gaan gooien. Wil je rennen of wil je gewoon stappen? Ik wil gewoon stappen. Niet op die touwen. Ga je mee met ons alsjeblieft? Als wij doodgaan, dat jij ons kunnen redden. Ja, zeker. Jok, zie nou wat doe je maar. Nee, we gaan niet doen. Ik was zo. Wat is... moet je eruit? Goed, nee, de ouders zijn naar daar gegaan, dus we moeten het ook naar daar. Oké, dit is wel nog een lange weg te gaan. Kom, omgekeerd. Omgekeerd. Sorry, als ik. Ga niet lekker je broer doen, hè? Nee, kom. Je broer is zot. Als hij nu valt, dan is hij zot. Ik zei het niet. Help me! Hier ga ik wel uit. Ja. Alleen maar dat is niet goed dat moet, joh. Ik oh ja. Papa, niet van de kleibaan. Jullie kunnen met de kleibaan ook naar beneden, hè? Ga via de kleibaan en dan zijn we beneden. Maar nee. Nee. Ik ga via... Nee, je moet mee met ons. Alsjeblieft. Maar jullie kunnen kleibaan pakken. Dag Lana. Ik ben een echte balspeler, man. Ja, dat heeft niet. En Melia. Nee, Jenny. Oh. Dag Tyson! Ah! Ik zat vast! Oh! Ik zit in de rechts. Dat is echt saai, hoor! Dat is wel leuk! Hallo! Wat is uitgaan? Ik heb het! 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 Dit bloemtjes. En die leent op pakweg een goede 250 kilogram. Dit zijn Californische zeeleeuwen. Dat betekent dat je ze niet gaat terugvinden in de Noordzee, maar wel lekker op Beach Boy aan de kust van Californië. Soms kon je niet de bal, ze zullen de duur krijgen, de duur van Tarim. Dit zijn bij de vlogging in die doof. Ik zal hier al doen in. Ik heb het niet van het toon, van het toon. Ze toont de tonarin. Californië. Ze is hier. We gaan alleen maar terug naar de Noord. We gaan maar naar Rutte zien. De boven toe in Californië, gewoon naar Amerika. Wat we hier hebben, zijn twee zeeleeuwen. Dat zijn die gebroeders en die hebben Rocky en Lidl. Ze zijn geboren in het jaar 2000. Dat is die zijn eerst 22 jaar oud. Dat zijn de Californische zeeleeuwen. Die leven 4 dagen in Californië. Die willen niet kunnen in Noordzee. Wat we doen hebben over hier are 2 sea lions, Rocky en Lidl. Die zijn geboren in het jaar 2000. So that means that they are at the moment 22 years old. 2 brothers,
in de nature hebben gebouwd. 15 jaar oud, ik heb een kip gebouwd. 15 jaar oud, over een heel jaar mond protected. En get the age of 30 years. Ik ga toch, we hebben hier een zeehond, toch even uitleggen het verschil tussen zeeleeuwen en zeehonden. Weet er iemand welk geluid de zeehond maakt? Welk geluid van een zeehond maken? Veel mensen zeggen de zeehond blaft. Klopt niet. De zeehond die gromt. Onze witte zeeleeuwen, die kunnen blaffen. Maar ze zijn ook intelligent op een manier. Die kunnen ook andere geluiden namaken en kunnen even goed gromen. Het tweede verschil is als we kijken naar de flippers. Zij hebben al die hele grote flippers bovenaan, omdat ze zowel niet kunnen voorbewegen als kunnen zwemmen. De zeehond die had altijd op zijn buik verder huppelen. Dan zie je ook dat onze zeeleeuw die hele kleine oortjes heeft achter de ogen. Een zeehond die ook die kleine haartjes links en rechts achter de ogen. Maar het leukste verschil is de tanden. Wij hebben allemaal mooie witte tanden. Zeehonden ook. Een zeeleeuw die heeft zwarte tanden. Il y a telle différence entre les otaries et le coq. Commençons par exemple avec les palmes de l'otarie. Les palmes avec lesquelles ils ont marché aussi. Il y a les oreilles, les petites oreilles qu'il a derrière les yeux, tandis que le coq a seulement un tout petit trou derrière les yeux. Le bruit qu'il faut, les coqs n'aboient pas, les coqs ça grogne, tandis que eux, c'est bien eux qui vont aboyer, mais ils sont intelligents, ils peuvent reproduire les autres bruits, ils peuvent aussi grogner. Et la chose la plus spéciale, c'est les dents. Nous tous, on a des dents blanches, eux, ils ont des dents noires. Toch maar die onderscheiden tussen zeehond en zeeleeuwen. Zum Beispiel die grote flipperheefbeulen. Zeeleeuwen kunnen als land heel goed wiedergeven onder problemen. De zeehond in een eindpak als een bouw, vlak op een bouw, wijken lopen. Het geruisje dat die maken, de zeehond, die wil niet bellen, die wil niet grommen. Und der Seelöwe, der bellt. Guck mal auf, wir haben die ganz kleinen Ohren. Der Seehund hat keine Ohren, der hat nur ein kleines Loch hinter den Augen. Und das letzte, die Zähne. Wir alle haben weiße Zähne. Seelöwe, wir haben schwarze Zähne. So, guys, very quickly, the difference between seals and sea lions. As you see, the sea lion has big flippers in the front and he can walk on it. He has also little ears and the seal only has a little hole behind his head. The noise they make, sea lion will bark and the seal will grow. And last but not least, the teeth. We all have white teeth. The seal has white teeth, but for one reason or another, they have black teeth. Zometeen komen de collega's een kleine medische voorstelling doen. Want wat wij doen hier is geen show, geen water die gaat overspuiten. De trainers, de verzorgers, die spelen met de dieren. Die gaan eten geven, die laten ze oefeningen maken waarmee ze kunnen zien als de dieren in goede gezondheid zijn. Dieren kunnen niet zelf zeggen dat ze ziek zijn. Dus dan de verzorgers moeten kijken of alles goed is. De verzorgers kunnen contact maken met de dieren, die kunnen zelfs druppels in de ogen doen. Dokter, we gaan het zien met ons nog een minuut. Ik heb een collega die voor IDC met die presentatie medicale.
60 seconden tegen zien, ze pakken een show, heb ik een grote gaphaagde doen, die gewoon tot deze zien, kan u doen. Ze willen een kruis in de kaart, ze zijn in onder zijn spet hier voor mij, ze komen naar de buurman. Ze zijn ons ongeneur, ze zijn controleer, dus jullie heb ik nu, in jouw zon ook, waar, ze zijn de problemen in de kaart. Ik ga een spuk, wat wil ik laten geven, alsjeblieft, doe maar. Een kleine spuitje. Ben je aan het die wil die een met een medication op? Ja. Dat is een bundel dat we meer in de kamer de kinderen hier, pas ik ook zo'n ticketje in topakkapaar de bron, de lenovituur, in het idee. Iemand die groter zijn, dan wordt het echt gegeven. Zit ook een bubron, waar we meer dit was zo. En omdat die heel heerlijk groot moet zijn, 31 kilo zwaar, dan mogen we terug op de zee. Door de donder wat doen, ik pak je zo'n 30 kilo, maar het is geen toch hier allemaal meer. Als die 35 kilo zwaar zijn, minimaal 35 kilo zwaar zijn, zitten die als volgende keer voor de zee. Zo, intussen zijn de collega's achteraan begonnen. Dankjewel, Mr. Mee. Bedankt. Ja, goed zo. Een klein applaus voor mijn hulp. Goed zo. Goed zo, dank u. Zo, we zien dat intussen de medische training begonnen is. Het bewegen. Op jij moet de natuurlijke medicaan. Ook in de mouwen, dit rusten. Meeting in starten met deze training. Check if there are no problem with the muscles. Maar puur, en op die kant problemen hebben. Het hoeft niet op achteraan te gebeuren, af en toe. Dus de geleerde dieren in het voort te halen. Want soms kan het gebeuren dat ze ziek zijn, dat ze naar een dokter moeten, of naar een radiografie moeten. En die in een koor kunnen kruipen en op die zaken worden achteraan geoefend. Tot zo'n punt heb jij de kiezelmalade. Die op wel examineert ter de medicijn kwam. Wat hè? Nee, want die pak op die. Slaan nu op. Mooi die poepen zijn. En dat ging van dus dat zijn computers, ik heb een poepen. Tot zo'n papier, die om hen dan gewoon aan zo'n pin aan de kaas, toen dat er hier. Die lijkt me die krank zit, zo'n die af zo'n aard geven. Maar zo'n zeer leuwe kan me niet meer aan me zien. Ik ga je goed spelen, ik is een zweer. Dus als ik iemand maak dat ik die krank zit, een keertje ga ik geven. Als ga je willen. Stel, ik ken dat je bent een klein beetje uit zich. Je hebt gehoord door de dokter, Lady Troy, en Winnie Graffing. Naar je kreeg. That's for we train them to go into the cage behind so they can be taken up to the doctor. Links hebben we Rosie, rechts hebben we Nino. En die eet ongeveer 3 kilo vis per dag. In de winter gaan we tot 9 kilo wegen. 9 kilo best eten. Waarom? Omdat we dan meer vet nodig hebben om beschermd te zijn in de koude. Al die dingen. Je moet nog meer bureau, wat je nodig hebt, jammer. Wat je nodig hebt, pas op. Nuttelijk pas op, al die dingen. Voor pas, een deel van de vlak. De kunstprojectie komt in de vlak. In zomertijd willen we jullie 3 kilo vis eten, in wintertijd 0 kilo, in het algemeen vet tegen die koude zijken. In het zomertijd willen we eten tot 3 kilo vis, in de wintertijd 9 kilo, because we need more protection against the whole time. Kijk even op de achterkant de volgende poten staan, dan komen ze zeer weer, dan komen ze zeer ook niet. Het lawaai, het jongen, maar ook het blaffen. Dat komt niet bij.
Abaye de premier. Bellen und Grommel. Een kleine massage creëert wat enorme leuk natuurlijk. Ja. Maar tegelijkertijd kan Bolia controleren of er geen wonderen zijn, of er geen medische problemen weer zijn. Club die massage komt in de jaren geaarden. Met een moment kan controleren de controleren. Zien we een probleem. Zien we een paar ideeën attackeren, waar is dat ook maar gewonderen. Zien we een paar problemen met muskelen. Een kleine massage mag je ganz gerne, en dat had ik ganz gerne, maar ook weer deze maal is het een kleur, dat ik weer zien kunnen dat dit dier niet verwonderd is, dat het ook geen probleem had. Zo je gaat zien is dit een massage, dat is gewoon te goed. They like it very much, but also is necessary so my colleagues can check out if there is any problem, if we are wounded, yes or no. Kijk hoe gemakkelijk we kunnen meebewegen. We moeten van Frippatil in La Paz. Zeer gewoon om mee te bewegen. Zo is het de voetbal. We beginnen met mijn collega. Oei, 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 oei. Je zit in de zon. Fles limonade, woon jij het water? Bottles of water, bottles of limon. Not in the water. Kijk, flesje in water. Dat is de tegel. Dus wat staan de buren? In de vuilbak, wat heb je leren? Voor ons, wat heb je leren? Je mag niet vergeten dat een fles plastic meer dan 1000 jaar nodig heeft om te verhandeld te zijn. Noem je op wat in de vee door, in de weg van aarde, dat wil boel plus de bureau voor het. Dit staat in de loon. Ja, maar hoe laat? Daag! Je flesje limonade nog meer dan 1000 jaar. Maar je hebt... hier, drink nog niet van de gebaard. Ja, natuurlijk ook weer zien onze leeuwkes die hier de kaas met je weg. Dit is wat ook hier moet in het jaar een goed patroon. Goed oppassen van de kindjes. Ja. Ik denk dat het nog een verboden worden staat. Papa, we moeten weg. En dan moet je weg. En dan moet je weg. En dan moet je weg. Ja, het is er donker. Ja. Hier. Papa, ik ben mijn klein dingetje kwijt. Je boekje? Ja. Oh, dat kan geen kwaad. Mijn boek, papa.
nee. Omdat dat waarschijnlijk zijn dat jongstjes. Wacht, ik zal het keer. Oeh. Wow. Dat is al een big boy, hè? You? You, Becky. Kijk, die schildpad. Kijk, een keer boven je hoofd. Ah nee, ze is niet meer. Daarnet was er een schildpad. Kom, we moeten door, mama. Ja. Yeah. Oei, joh. Het is gewoon, hè? Wauw. Oei, joh. Prachtig, hè? Ja. Kijk, ik hield het schildpad in boven je hoofd. Het is lekker dat je kunt aanraken. Ja. Dag, vriend. Of vriendin. Hé, maar dat is wel mooi, hè? Ik vind die visie de max. Ja. Ik vind dat zo... Komt eraan. Ik vind dat zo fascinerend, de schildpad. Ja. Ik ga naar iets storen. Ja, wacht hè. Niets. Nee, O'Neill. Zijn schatten. Oh, O'Neill. De haaien. Kappa. Kappa. Lana, Tyson. Hallo mensen, welkom terug. Zoals je ziet ben ik ondertussen al thuis. Ik heb een leuke dag gehad. Ik heb niet alles gefilmd, maar ik heb jullie de delen laten zien wat ik gefilmd heb. En we zijn nu onderweg richting naar huis. Want zoals je ziet ben ik redelijk goed verbrand. In mijn gezicht, als in mijn schouders. Sea Life was super leuk. De kindjes zijn cadeautje gehad. Ik zal de foto's van dat ik op Snap heb getrokken sowieso wel een beetje erbij steken. Om meer afwerking te hebben. Maar het was super gezellig. En maar we hebben sowieso al een leuke dag meegemaakt, lekker. Dus wij goed verbrand. Dus straks een douche pakken, met olie insmeren. En ja, we hebben ervan genoten, dus dat is wel belangrijk. Dus mensen, bij deze wil ik jullie sowieso al bedanken voor
het kijken van deze video. En we hebben er lekker van genoten. Gewoon, meer moeten we niet doen. Dus het is een uitstap. Het is een leuk moment met de kindjes. Ze hebben er een leuke aandenking van. En zoals je ziet, mensen. Ik ben rood als een tomaat, jongen. Dus ik zie jullie bij de volgende video. En later.